Campus in Beeld is deze week in de Franse Alpen, in Risoul, waar studenten uit verschillende steden bijeenkomen om deze week de studentenwintersport te beleven. Hoog in de bergen staat een hutje. Jolari, jolari, yes, kids, los daar in dat hutje. Jolari, jolari, met afvalkorn en bier en glu. Ik wil een piste pas. Zullen wij er vroeg vanaf zijn? Jolari, jolari. Oh jee, ik moet er naar beneden en de piste die is rood. Oh jee. Wat is je verwachte hoogtepunt deze week? Geen idee, moet kijken. En wat is jullie verwachte hoogtepunt van de week? Bierkant gaat heel mooi worden, denk ik. Ja, daar hebben we heel veel zin in. Wat verwacht je hoogtepunt? Ik weet niet, skiën zelf en natuurlijk het uitgaan in de Yeti-bar. Is zojuist de bandenrace begonnen en ik ga met behulp van dit sleetje en mijn handicap mijn eigen afdaling in beeld brengen. Fix your accent. Your accent. Hoe heeft je paard het overleefd? Wat zei je? Hoe heeft je paard het overleefd? Hij leeft nog. Van net was hij wel helemaal slapjes, maar hij doet het nog. Ik vind dat hij een beetje wazig uit zijn ogen kijkt. Heb je hem soms een beetje van... Zijn wenkbrauwen zijn weg. Heb je hem een beetje van dit gegeven? Ja, dat zal het zijn. Wat heb je bij, hè? Probeer maar. Nee, oh nee. Kom op. Als presentatrice moet je alles doen, toch? Gaat hier het NS-Skika, oftewel het Nederlands Studenten Skikampioenschap, plaatsvinden. Daar doen een aantal studenten van Stuwi aan mee, onder andere ook Nina en Valerie, twee studenten uit Nijmegen die allebei een goede kans maken op de titel. Dus we zullen zien hoe ze het gaan doen. Van vandaag? Ja, nou, voor een deel. Ik bedoel, het laatste vallen was niet zo mooi. Maar goed, oké. Okay. Hey, we zijn wel een van de enige meiden, zeker de meiden uit Nijmegen, die wel meedoen. En wat is jullie beste onderdeel geweest vandaag? Slalom. Ondanks dat ik tweede ben geworden, slalom. Nou, voor mij de freestyle. Met de drie kikkers, dat was wel, ja, dat ging lekker. En jullie zijn gewoon ook mee op studie nu? Hebben jullie nu elke avond gefeest of ook rustig aangedaan in de aanloop hier naartoe? Nou, dat niet. We hebben gisteravond gewoon lekker doorgetrokken. Maar we zijn wel één avond thuis gebleven, want op een gegeven moment ben je best moe. Hoe oefenen jullie nou? Want in Nijmegen zijn er natuurlijk geen banen. Gaan jullie naar Bottrop of zo? Nee, we hebben het geluk dat we met kerst met mijn lieve ouders mee mogen. En dan gaat Nina ook altijd mee. En daar hebben we dus al kunnen oefenen. En voor de rest... Freestyle, big air, ook de slalom, dat doe je niet op een normale windsport. Dus daarvoor is dan wel Stuwi echt een uitkomst. Eerst.
Nou, ik heb 3 jaar terug meegedaan met studie. Ben ik allround kampioen geworden ook. Ook gewoon op durf, gewoon op lef gewoon gedaan. Ik heb het nog nooit geoefend, gewoon doen. Maar deze hier, die skiet pas 5 weken. En dat vind ik echt top dat ze gewoon zo meedoet. 5 weken pas? Ja, je moet... Als je het gewoon doet, dan weet je ook pas wat het is. En als je heel veel angst opbouwt, dan kun je nog helemaal niks. Dan durf je niet eens een stoepje over te gaan. Ja, het is gewoon van elkaar een beetje opfokken en dan lukt alles. Als we gaan, dan gaan we met z'n allen de kroegen overvallen. Maar voor de vrouwen is Fanny als eerste vrouwen. Als we gaan. Achter mij gaan zo dadelijk de Snowball Wars plaatsvinden. Het is de bedoeling om je tegenstander af te gooien met sneeuwballen en dan de vlag van de tegenstander te veroveren. Zorg even dat je maar sneeuwballen maakt. Helaas kwam ik ook, maar ja, dat wil je met zijn naam. Wow. Na 9 dagen zon, sneeuw, drank, spellen en vooral heel veel Nederlandse muziek is er een einde gekomen aan Stewie 2010. De Nijmeegse deelnemers aan het NSKIKA 2010 gaan met hun medailles huiswaarts en nieuw camerateam met spierpijn.